Hallo allemaal. We gaan een wals doen vandaag. Ik heb zelf een wals gemaakt. Een rustige wals. Dus niet heel moeilijk, zit in dingen met vingerzetting. Het is vooral mooi om heel ingetogen te spelen. Omdat het rare tijden zijn, heb ik hem genoemd Wals in Rare Tijden. Als jullie even de bladmuziek pakken, dan zal ik hem voor jullie gaan spelen. Ik wil het eerst even hebben over de linkerhand. Ik heb hem genoteerd als een 6/8, dan kon ik het beste de informatie kwijt die ik kwijt wil. Het is geen 6/8, het is geen wals van oem-tja-tja, oem-tja-tja. Nee, ik heb de bas en de akkoorden heb ik over twee groepjes van drie verdeeld. Kijk even mee, metrisch gezien staat er ta-ta-ta-ta-ta-ta in één maat. Zie je dat staan? Nou. Wat ik nou met de bas doe, en het akkoord is ta pa ta ta pa ta ta pa ta ta pa ta. Doe even mee. 3 en ta pa ta ta pa ta ta pa ta pa 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 pa. Die beat wil ik met mijn linkerhand maken. Dit is alleen maar de eerste maat nog, hè? Dat snap je. Goed, we gaan even kijken of we dat eerste twee regeltjes zo kunnen spelen. 3 en te pa 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 te ta 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 ta. Die beat moeten we hebben. Die brengt mooie rust erin. Doen we nog een keer. Ta 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 ta. Oké. In regel 3 is die iets anders. Klinkt die zo. Oké. Regel 3. 3 en in de vierde regel is hij net als in de eerste en in de tweede regel 3 en keer de vierde regel. 3 en de laatste regel is qua ritme hetzelfde, maar iets andere bassen. G, bes, A, D. 3 en klaar. Het hele stuk. Even alleen de linkerhand. 3 en
We gaan door met regel 3. Regel 4. Laatste regel, geen marcheer. Bes. In de eerste maat moet je je vingers nog wel strekken om alle noten te kunnen spelen die er staan. Deze Cis komt in het spel. En er staat een 1 of een 2 boven. Kijk even mee in de eerste maat. 1, 2, 3, 4. De vijfde noot staat 1, 2 boven. Ik speel hem zelf met de duim. Andere mensen zullen met de wijsvinger spelen. Het is niet wel handig om die duim een keer te proberen. We beginnen met de wijsvinger. 3. En... Nog een keer. Een paar keer doen om te wennen, ja? En... Een keer. Daar zitten jongens en die kan ook meedoen. Toen ik in Zwolle bij de jaarlijkse workshopdag georganiseerd door Jan en Plien in de tuin zat, na afloop kwam er een mevrouw met een jongen van 15 naar mij toe. Of die jongen ook eens mag proberen? Ja, die mag proberen. Hij speelt al knopaccordeon. Ik zeg oké, pak hem vast. En het eerste wat die jongen deed was... Zo'n duim erop zetten. Ja, waarom niet? Je hebt het toch gehad, hè, van onze lieve neer. We gaan even de eerste twee maat spelen. En nu met de duim. Dit is makkelijker voor mij dan dit. Ik vind die duim... Je hebt hem toch. 3. En... Een paar keer proberen. En... Heel relaxed. En zet de duim goed, de pink goed. Herhalen, de pink. We gaan naar het tweede stukje, maat 9. In de derde regel zie je dat, het akkoord, dat de bas en akkoorden oem, tja, tja, tja. Dat hebben we net al gezien, hè? Daar komt hij. En... In de vierde regel zie je een tweestemmigheid. We spelen eerst even alleen het bovenste lijntje. Het staat... Maat 13, het bovenste lijntje. 3. En... Vierde vinger. Pink. Vierde vinger. Goed. Dan zie je daar nog een... paar noten onder staan. De bes. Pakken met de tweede vinger. En die laten we staan. En de tweede vinger gaat naar... De A, 5 buiten. Ja. Dan hebben we nog een keer. 3. En. Nou, we gaan door met maat 13, 15. Wijsvinger gaat naar de binnenrij, 4 binnenrij. En die gaat dadelijk naar 5 buitenrij en naar 4. 3. En. Nog
een keer. Maat 15. 3. En... Oké. De hele regel. Maat 13. De vierde vinger staat op 7 binnenrij. De wijsvinger op 4 binnen. 3. En... Maat 17, iets soortgelijks, maar nu een ander tweede stemmetje in de onderhand. Dat wijsje blijft hetzelfde. Dit wijsje ook. In de onderhand gaan we naar de B. Want ik wil daar geen groot akkoord. In tegenstelling tot maat 13, waar een G minuut. Wijsvinger, 6 buitenrij. En de wijsvinger gaat van 6. Buitenrij naar de bes. Van de majeur naar de mineur. Grote terts naar de klein. Zo moet ik. 3. En. En het einde is hetzelfde als de twee maatjes in de voorafgaande regel. De laatste twee maatjes. Oké, maat 17. Dus de vierde vinger op 7 binnenrij. De wijsvinger op 6 buiten. 3. En. En maak hem af. Mooi. We spelen hem nog één keer. Stom is dat spiegelbeeldig voelen. We spelen hem nog één keer helemaal door. 3. En. Daar was hij. Probeer hem mooi, rustig te spelen. En het maakt er geen oemtja-tja van. Zoals hij nou genoteerd is. Nou lui, succes ermee en veel plezier ermee. En we zien elkaar. Aju.